Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is maandag vandaag en ik heb een slechte mededeling voor jullie. De vlog van vandaag zou eigenlijk samen zijn met Joost. Maar Joost en ik hebben het afgeblazen vanwege het slechte weer. Het is echt vreselijk regenachtig en slecht weer. Storm. Dus Joost en ik hebben het afgeblazen helaas. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar ja, jullie doen het normaal toch ook altijd alleen met mij. Dus wat dat betreft verandert er niet zoveel. Die vlog die wordt echt nog wel een keertje opgenomen. En in het weekend gaan we ook een filmpje opnemen. Dus dat komt allemaal wel weer helemaal goed. Maar het is gewoon te slecht weer om buiten een vlog op te nemen. Het is elke keer regen. Dus dat is gewoon helemaal niks. Het is maandag vandaag. De eerste werkdag van de week zit er weer op. Slechte dag een beetje, kan nog een ongelukje op mijn werk. Kan gebeuren, maar het is toch wel balen. Maar ja, zulke dingen gebeuren eenmaal. En degene die het betrof was gelukkig niet boos. En was hartstikke vriendelijk. Dus wat dat betreft, top. Nou, ik ben net even cola wezen halen in de Maaswijk. Ik was mijn geld weer vergeten, dus ik had... Nou ga ik het altijd gelijk halen vanaf mijn werk. Maar ik moest eerst weer langs huis om geld op te halen. En toen ben ik nog even snel naar de Maaswijk gereden om cola te halen. Dus dat heb ik ook weer binnen. De boodschappen zijn weer binnen. Ik heb hem eigenlijk net even geschoren. Ik was mijn bakkenbaard vergeten. Ik had een hele grote bakkenbaard. Die heb ik eerst even weggeschoren. Voor mij was het mesje niet meer zo goed. Ik heb nou lekker een nieuw mesje gebruikt. Dus het is nou een stuk gladder als normaal. Nou, ik ga nog even lekker uitrusten, achter de computer zitten, even kijken of ik nog mail heb. En dan spreek ik jullie dadelijk na het eten weer. Oh ja, en er komt vanavond nog een livestream met Joost. En met Rob. Ja, Joost die zei van, ik wil wel een livestream doen. Dus als ik niet in slaap val, ik zeg nou, dan bel ik je gewoon wakker. Want je gaat gewoon, huppakee, lekker even meedoen, lekker gezellig meedoen met de livestream. Dus wat dat betreft... Nou, ik ga eventjes hangen en dan spreek ik jullie dadelijk weer na het eten. Tot zo!
Zo, en, zoals jullie kunnen zien, is het avond en is het een keiharde onweersbui. Is er hier boven Spijkenissen. Ik denk, ik zal even een stukje filmen. Best wel een spectaculair gezicht. Dus ik denk, ik zal het even filmen. Dus dat is wel leuk. Zo, aardig wat onweer. Ik blijf de rest van de avond lekker binnen. En ik ga het zo starten met Grand Theft Auto 5. Ik ga lekker livestreamen. Ik hoop dat het internet een beetje goed is. Ondanks deze onweer. Want het heeft allemaal invloed. Dus ik hoop dat ik een beetje internet heb. Maar ik ga vanavond dus lekker livestreamen. Ik ga het zo even Rob en Joost een berichtje sturen. Dat de stream gaat starten over enkele ogenblikken. En dan ga ik nog even lekker een avondje lekker Grand Theft Auto spelen. Ik heb ben ik bezig met Planet Coaster. Die ga ik zo uitzetten. Kijk. Dat is Planet Coaster. Dus die ga ik even uitzetten. Ga ik even het spel spelen. Ik spreek jullie dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels al heel erg laat. 1:30 al. Dus ik ga nou echt naar mijn bedje toe. Ik heb nog even zitten editen. Livestream was leuk. Ik moest alleen even hem opnieuw uploaden. Omdat ik twee keer probleem had met mijn kastje die uitviel. De ene keer stootte ik dezelfde tegenaan. De andere keer stootte de kat er tegenaan, dus kon ik ook weer overnieuw beginnen. Dus ik heb hem weer even van het internet afgehaald. En ik ben hem nu aan het bewerken, editen. En dan ga ik hem weer online zetten. Een betere, verbeterde versie. Met ook een hoop sensorpiepjes erin. Dat ging een beetje hard eraan toe vandaag. Nou, in ieder geval, dit was de vlog van vandaag. Nou, ik hoop dat jullie de beelden een beetje leuk vinden. Vooral de onweer ben ik benieuwd hoe dat afgelopen is. Maar in ieder geval was dit de vlog van vandaag. Morgen weer een nieuwe dag. En dan kom ik natuurlijk weer met een hele nieuwe vlog. Dus ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk jongens? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog hier op het Zultrex. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.